Ik ben Bart de Smit, ben geboren en getogen in het restaurant in Heist. Ik heb het geluk gehad van aan mijn 23 jaar mijn vrouw tegen te komen. En we zijn het restaurant begonnen, 20 jaar geleden. Mijn keuken is eigenlijk een typische productkeuken. Je proeft alles. In feite, mijn keuken trekt op mijn karakter. Gewoon recht door zee. Onze delicatesse voor vandaag is een coquille Saint-Jacques, Sint-Jacobs vrucht, mossel, schelpen, zoals de vissers zeggen. Een heel subtiel product, vind ik. Het is wat vrouwelijk, het is lekker. Dus we gaan 4 bereidingen doen met het subtiele, lichte smaak van een verse Sint-Jacobs vrucht van bij ons. Dus bij een Sint-Jacobsvrucht, het belangrijkste is dat je onthoudt dat een Sint-Jacobs eet vanaf eind september tot maart, april. En dan is het gedaan. Nadien is het seizoen over. Wat we dan ook hebben, is bijvoorbeeld een Sint-Jacobsvrucht uit een diepvries. Ik ben daar zeker geen voorstander van. Als die onttooid zijn, gaan die al een sap aflaten. Dus dat is ook niet lekker. En dan heb je hier uit Amerika, dus die heel veel verkocht wordt. Dat zijn coquilles dus die in een blik of in een doos gewoon met waarschijnlijk heel veel poeieren gewoon zo verkocht worden. Voor mij, alles weg, er bestaat maar één coquille, dat is in de schelp. Dat is het belangrijkste. We gaan gewoon onze coquille nemen, uw mes erin, met het punt van uw mes opendraaien en dan snijden gewoon aan de bovenkant. En dan valt dat gewoon uit elkaar. Moeilijk is het niet. Maar ik zeg niet dat jullie dat thuis moeten doen. Vraag dat gewoon aan uw vishandelaar. Die kan dat even goed voor u. Dus voor het eerste gerecht heb ik Sint-Jacobsvrucht nodig. Gewoon de noot. Dus wat ga ik doen? Je hebt hier zijn sluitspier. Het hardere gedeelte. Ik steek mijn lepel erachter. Zo. Zo simpel is het leven. Met het overige van de Sint-Jacobsvrucht kan je eigenlijk niets doen. Dus dat zand en de korail en zo hebben we al geprobeerd van alles mee te doen, maar het zit geen smaak in. Dus dat is eigenlijk vuilbak. Of je kunt hem helemaal poetsen, je schelp. En je kunt hem gebruiken. Vroeger werd dat heel veel gedaan. Maar dat gaan we nu niet doen. Zo, de Sint-Jacobsnoten ga ik nu gewoon spoelen. Want je ziet, er hangt daar veel zand aan. Dus we gaan dat gewoon goed, ook heel belangrijk, dat we die gewoon goed spoelen. Zo. Eigenlijk een heel simpel, lekker product. Hè. Wat gaan we daar nog bij doen? Dat is avocado. We gaan een crème maken van avocado met citroen, gemarineerde coquilles en een croutonsje erbij. Als je een goede avocado koopt, dan is die mooi groen. Niet bruin. Zo. We gaan dat gewoon kutteren. Avocado. Een beetje water. Niet te veel. Gewoon om de vette structuur van uw avocado los te krijgen. Wat gaan we daar nog bij doen? Een beetje groene pimenten. Om er wat pit in te steken. Citroensap. En peper en zout. En wat doen we dan nog bij? Vitamine C. Dus vitamine C is hetgeen dat je bij de apotheker kunt halen. Wat gaat die vitamine C doen? Dus dat gaat het eigenlijk ook voor de zuurten. Die gaat de zuurten bepalen en voor het kleur te behouden. Als je dat 's middags klaar doet, dat tegen 's avonds dan niet staat met je bruine avocado puree. En gewoon mixen. Eentje gemaakt en mooi in een flesje gedaan. Zo gaan we niet prutsen. Wat gaan we nu doen? Is onze Sint-Jacobsvrucht met de avocado gewoon op bord. Vroeger sneden wij de Sint-Jacobsvrucht zo heel mooi in schelpjes. Dit heb ik eigenlijk volledig afgeleerd. Waarom? Omdat ik de smaak van mijn coquille eigenlijk niet meer had. Zo dus ik ga dat gewoon dikker.
dat echt de smaak hebt, want heel veel smaak zit er niet in cookies. Een heel mooi product om rauw te eten, maar heel subtiel van smaak. Dus wat gaan we daarop doen? Een heel klein beetje olijfolie. Maar echt niet veel, want uw avocado heeft ook al een groot vetgehalte. Dan een beetje avocado. Het is ook terug de bedoeling om dit te eten met zijn aperitief. Je zet daar een vorstje bij, een lepelje, en je eet dat gewoon zo gezellig op. Een beetje zout. Een beetje peper. Wat gaan we daar nog bij doen, is limoen. Dus ik ga die pelé à vif doen. Dus gewoon de schil eraf. En gewoon partjes nemen. En we gaan die zo in de diepvries steken. Als die uit de diepvries komen, hebben we zo ijsstukjes die we er mooi kunnen opleggen. We gaan er kleine stukjes avocado's bijleggen. Dat we toch een beetje structuur hebben. Zo. De partjes van de citroen die uit de diepvries komen. Gewoon fijn gesneden. En de broodcroutons. Zo, de rauwe kokkie uit de Noordzee. Simpel, niet met 6 ingrediënten, gewoon puur. Laat het u smaken. De volgende bereiding met Sint-Jacobsvrucht is een soepje. Een soepje met gebakken kokkies, een ravioli gemaakt met witte kool en spek. En de basis van de bouillon is eigenlijk ramen. Dat ga ik straks uitleggen. Dus wat ga ik eerst doen, is mijn kokkie mooi leeghalen. Zo, dat is één. Mooi aan de sluitspier. En zo komt die los. Die ga ik nu even spoelen. Onze kokkie spoelen. Het is een heel delicaat product, maar eigenlijk heel simpel om klaar te doen. Dus ook voor de bereiding. Zo gewoon uitgehaald, gespoeld en het is klaar. Wat is er wel heel belangrijk? Ik ga die kokkies bakken in praktisch geen vet in een anti-kleefpan. Maar uw kokkies moeten wel mooi buiten liggen. Dus die kokkies moeten kamertemperatuur krijgen. Dus je gaat dat zodanig kort bakken, dat in feite, als je dat zo uit de koeling zou halen, dat die van binnen nog ijskoud zou zijn. En dat is eigenlijk de bedoeling niet. Dus de bedoeling is dat je kokkie een kamertemperatuur krijgt. Dus die ga ik hier al 10 minuutjes aan het fornuis leggen, dat ze eigenlijk praktisch lauw worden. Dus wat gaan we erbij doen, is een bouillon maken van ramen. Wat is dat? Dat is een bouillon op basis van witte kool, spek of varkensvlees met champignons. En norivellen. En daar geven ze dan bij noedels, weer witte kool en zo. En zo heb ik mij daarop geïnspireerd. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon witte kool nemen. Of spitskool in dat geval. Champignons. Ondertussen ga ik er al water in doen. Eigenlijk een hele gemakkelijke bouillon met heel veel smaak. Gewoon water, witte kool, champignons, gewone champignons. Zo, gewoon willekeurig erbij. Wat gaan we dan nog bij doen? Spek. Heb je dat liever dat dat meer uitgesproken is? Dan gaan we daar gerookt spek bij doen. Zo, we doen daar een beetje zout en peper bij. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Dat zijn gedroogde norivellen. Dus wat is dat eigenlijk? Zeewier die gedroogd is, mooi in velletjes en soms licht gerookt ook. De kwaliteit van die norivellen, heb ik geleerd uit ervaring, is ook heel belangrijk. Zo, bij onze bouillon gaan we daar wel een klein beetje soja aan toevoegen. Dus bleke soja die minder zout is. Zo, we gaan dat gewoon op het gemak 10 minuutjes laten mooi opkoken. Dat goed de smaak van je witte kool, champignons, spek, de norivellen, dat die mooi loskomen. En nadien gaan we dat door een neteldoek doen. De volgende stap is een ravioli dat we gaan maken op basis van rijstmeel met witte kool en spek. Dus wij hebben
zo een ravioli van gemaakt, maar in de plaats van met gewone bloem hebben we rijstmeel genomen, omdat we meer in de trend willen blijven van ons Japans gerecht in feite. We hebben witte kool met een klein beetje spek. Dan gaan we daar gewoon toevouwen en nadien stomen. Wat doen we dan wel? Is onze ravioli mooi op een bakpapiertje leggen. We leggen dat op een bakpapiertje, omdat dat anders gaan we geen kleven. En dan gaan we straks geen miserie hebben. Ga dat mooi zo in de steamer leggen of in de stoommand. Dan kun je dat er zo goed mooi afhalen. Ik ga nog één maken. Dus een beetje witte kool, zachtjes gestoofd. Met een beetje spek. Dus alle ingrediënten komen eigenlijk terug, hè. Die ramenbouillon gaan we gewoon op het gemak laten sudderen. Dus je kunt dat maken met varkensvlees, met kip of ook met vis, maar dan gaan we hem wel heel kort opzetten. Dus als je vis in een bouillon doet, anders gaat dat zo een slechte smaak, een bittere smaak krijgen. Maar met vlees, dan kun je dat op zijn gemak lang laten sudderen naar een lekkere bouillon. Zo. Ons water kookt en we gaan gewoon onze raviolietjes erin leggen om te stomen. Zo. En onze bouillon is ook klaar. Onze pan ga ik opzetten om mijn Sint-Jacobs vruchten te bakken. Zo gewoon een lekkere bouillon. We gaan die passeren door een neteldoek. Voor een heldere soep te hebben. Zo. Zonder vet. Even een klein beetje zout bij doen. En een beetje peper. Oké. Die gaan we mooi warm houden. Onze kokkies gaan we bakken met heel weinig olie. Zo, dat is genoeg. Het voordeel ook is, als je een verse kokkie hebt, gaat die heel gemakkelijk bakken. Gaat er nooit geen vocht uitlopen. Die is nu mooi op kamertemperatuur, ook heel belangrijk. Dus die mag gewoon lauw aanvoelen. Klein beetje zout, klein beetje peper. Het voordeel is ook van een Sint-Jacobsvrucht uit de schelp. Men kan dat niet kweken. Alleen wij zouden dat kunnen kweken, maar een kokkie moet ongeveer 3 à 4 jaar zijn voordat ze een beetje volgroeid is. Zo, dus dat is een voordeel. Als je gewoon verse kokkies wilt uit de schelp, dan ze zeker altijd wild zijn. Dus dat is toch een... En al de rest, het blik, diepvries, dat vergeten we. Zo, kijk, we gaan dat gewoon bakken. Heel weinig vet. Ze zijn van binnen al wat lauw. Dus gaan ze heel weinig haring nodig hebben. Over een cuisson van Sint-Jacobsvruchten zijn er heel veel boeken geschreven. Het belangrijkste is dat ze van buiten gewoon gebakken is. Dus die karamelliseert, want die heeft uiteindelijk een beetje van een zoete smaak. En die moet aan de binnenkant nog half rauw zijn. Want als die volledig gehaard is, krijgt hij zo'n structuur van chiclet-achtig. Zo taai, rubberig. En dat is niet leuk. Zo, onze kokkies. Ze zijn al genoeg. Onze raviolietjes zijn ook klaar. Zo, een mooi raviolietje. Misschien een kokkie. In twee snijden. Zo ziet ook de structuur dat uw kokkie half rauw is van binnen, mooi gebakken aan de buitenkant. Heel belangrijk voor het subtiele van uw kokkie. En dan gaan we daar gewoon simpel die bouillon bij serveren. Zo heb je een soep die rijk is van smaak en heel light is. Geen vet, enkel uw spek is gebruikt voor de smaak. Misschien. Een klein beetje groen erbij. Een klein beetje citronelle. Voor het toch een beetje fris te hebben. Zo. En dan hebben we onze Sint-Jacobsvrucht met een ravioli. Nog een klein beetje kleine champignonsjes erop. Enokietjes. Zo, Sint-Jacobsvrucht van bij ons. Een ravioli met witte kool en spek. En een light bouillon.
We hebben al twee bereidingen van kokkies gehad uit de schelp. En nu gaan we er twee doen in de schelp. We gaan Sint-Jacobsvrucht nemen, weer vers. En nu gaan we die op een andere manier losdoen. Dus wat gaan we doen? We gaan de noot, de kokkie zelf, laten hangen aan de schelp zelf. Zolang hij niet verwijderd is van de schelp zelf, blijft hij eigenlijk leven. Zo. Zo gaan we die mooi vanaf trekken. Zo. En zo ziet je dat hij nog aan de schelp kleeft. Ziet? Zo gaan we die wassen terug. Terug belangrijk. Zo. Onze kokkie is klaar. Wat gaan we daar nu bij doen? Is een boter van peterselie, champignons, eigenlijk heel klassiek. Maar we gaan die terug luchtledig maken door er hier een deeg rond te doen, een gewone brooddeeg, en zo in de oven te plaatsen. Zo, we gaan beginnen met de boter van peterselie. Dus wat doen we? Gewoon goede boter. Er bestaat maar één boter. En dat is goede boter. Dus de boter in de kutter. Wat doen we daar nog bij? Gewoon peterselie of bladpeterselie. Een beetje shallot. Die gaan we een klein beetje fijn snijden. In feite is dat een gewone, hele klassieke peterselieboter die we maken. Die we vroeger hadden met escargots, met champignons opgevuld. Die nog altijd heel lekker is. Moet niet allemaal basilicum zijn. En een beetje look ook, hè. Ook terug niet te veel. En dat gaan we gewoon mooi samen kutteren. Zo. Peterselie mooi groen. Ik stel ook voor, als je dat maakt, doet er een beetje meer. Je kunt dat mooi in de diepvries plaatsen. Je kunt dat met veel dingen eten. Als je dat moet mengen en met een kleine hoeveelheid, is dat heel moeilijk. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Champignons. Die gaan we gewoon fijn snijden. Ook iets dat we mooi op voorhand kunnen doen. Dus onze kokkie, Sint-Jacobsvrucht, onze champignons. Wat gaan we daarbij doen? Een beetje citroen. Het zure, ik gebruik altijd zuur en vet samen. Ik vind dat dat beter is voor de vertering. Zo heb je geen last van je boter. Een beetje peper en zout bij. Geen vet meer bij doen, maar wel goed citroen. Zo. De boter erbij. Zo. Dat gaat toch smelten, dus je moet daar niet naartoe kijken. Als dat daar speciaal op ligt. Een beetje de champignons. Zo. Dan gaan we deze toedoen. Terug zoals hij gevangen is. En dan een gewoon brooddeeg. Of feuilletage of zoiets. Dan gaan we dat gewoon rond uw Sint-Jacobs schelp doen. Zo. Zo gaan we dit in de oven plaatsen. Gedurende 10 à 12 minuutjes. Op een hele warme oven rond de 200, 220 graden. Mooi, hè? Ik ga mijn bordje al nemen. Dus de bedoeling is dat hij mooi gegaard is. In zijn eigen sappen.
aroma komt mooi naar boven. Heel klassiek, maar heel lekker, heel puur. En heel vers. En dan nu nog een stutje bij. Het laatste gerecht met Sint-Jacobsvrucht, we gaan hem grillen. Grillen met prei, vanille, roze peper en patatjes. Onze kokkie gaan we terug open doen en aan de schelp laten. Hè. Zo, mooi hè. Het is mooie wit. Zo kun je ook zien, je hebt kokkies die gevangen worden aan de rotsen of in zanderige gronden. Echt zanderige gronden, niet aan de rots. Die zijn dan geelder. Die gaan we terug mooi spoelen. Oké, wat gaan we daarop doen? Een klein beetje peper en zout. Een klein beetje olijfolie. Zo. En die gaat nu op de grill. Wat gaan we daarbij doen? Dat is een vinaigrette van vanille. Dus ik heb prei heel fijn gesneden met mes. Heel belangrijk vind ik ook, als je dat met de machine gaat doen, je prei snijden, dan ga je zo'n ajuinige, sappige prei hebben. Dat is nooit meer hetzelfde gevoel dan dat je prei mooi met je mes gesneden hebt. Doen we daarbij olijfolie. Terug peper en zout. Een vanillestok, ook belangrijk, de kwaliteit van uw vanillestok. We gaan de zaadjes eruit halen. Vanille gaat wel heel goed, ook met een hartig gerecht, zoals men zou denken. We gaan heel goed samen met dit zuur. Vanille en citroen en toch heel goed met vis, dat gaat heel goed samen. Wat doen we dan hiermee? Die gaan we drogen of vanilleolie mee maken. Dat hebben we hier dus gemaakt. De vanilleolie, dus een stukjes. Gewoon opgewarmd in onze vanille tot aan 50 graden. En gewoon daarbij gedaan. Vanille heeft ook zo'n beetje een zoetere smaak. Daardoor gaan we op het einde straks er goed iets zuur bij doen. Dus hier in dat geval azijn. Feit zijn we een vinaigretje aan het maken van vanille en een beetje roze peper. Wat gaan we daar nog bij doen? Het zijn chipjes gemaakt, heel fijn, van aardappeltjes. Ondertussen eens kijken naar de kokkie. Ah, kijk. Heel mooi. Mooi gegrild. Hij is aan mijn schelp gebleven. Klein beetje azijn bij onze vinaigrette. Kijk, proeven. Zo. Ook genoeg azijn in doen. Om het aroma van uw vanille. Gaan we dat gewoon bij doen. En gewoon simpel. Heel veel smaak, die prei. Is ook knapperig. Wat gaan we dan nog bij doen? Een klein beetje patatjes. Puree patatjes. Zo. En de chipjes. We doen er nog wat vanilleolie bij. Zo. Gegrilde kokkie, prei, vanille, rozenpeper en polderpatatjes. Ik heb 4 bereidingen gemaakt met kokkies. De conclusie is, enkel de kokkies in de schelp zijn de beste. Eet kokkies op het juiste moment, het juiste seizoen. En de garing, heel belangrijk, niet lang. Anders krijg je van die rubberen kokkies. Geniet ervan.